Ik heb al overal informaties genomen. Ze sturen me van het kastje naar de muur. Ik heb gezegd, voort, ik word in september 80 jaar. Ik wil nog iets goed doen in mijn leven voor de mensen. En ook voor mijzelf natuurlijk. En ik ben een petitie gestart. Janine Brakenier, beter bekend als Babouche uit Ledenberg, is bijna 80 jaar. Maar sinds een kleine maand is ze op eigen houtje een petitie gestart voor het behoud van de bushalte aan het crematorium Westleden in Locristi. Vervoersmaatschappij De Lijn schrapte de bushalte van lijn 76 aan het crematorium begin dit jaar. Maar dat schoot bij Babouche duidelijk in het verkeerde keelgat. Ze is een petitie gestart om de bushalte aan het crematorium te behouden. En daarin staat ze duidelijk niet alleen. Ik moet zeggen van alle kanten, als ik begin van mevrouw, wel een minuutje, ik doe een petitie voor bus 76. Ja, geef maar. Ik moet zelf de uitleg niet geven. Dus het ligt zeer zwaar op de mensen onder maag. Ik heb dus ook mensen gehad van de zee, van Brugge, van Antwerpen, van Brussel. En misschien gaan ze zeggen, ja, dat komt er niet bij te pas. Toch wel. Want die mensen kunnen misschien ook, of moeten misschien afscheid nemen van vrienden of van familie die hier wonen. En het gemakkelijkste is dat ze dus van de trein stappen, op de zijkant van het Sint-Pieterstation bus 76 nemen. En die reed normaal vroeger tot aan de ingang van het crematorium. Sinds enkele maanden volgt buslijn 76 een andere route en stopt de bus niet meer aan het crematorium in Locristi. De dichtstbijzijnde halte ligt op de drukke Antwerpse Steenweg, een heel eind verderop. Babouche gebruikt voor grote afstanden een rollator als ondersteuning en nam de proef op de som. Ze ging vanuit Ledenberg met de bus naar het crematorium in Locristi. De buschauffeur had mij altijd te vroeg laten afstappen, maar ik stap nu verder tot aan de straat van het crematorium. Ik doe nog een beetje verder, even geduld. Gelukkig dat het goed weer is. Ik kan er ook nog een beetje van profiteren voor de fijne dag. Maar u ziet, ik moet dus op een rijbaan rijden. Het is dus echt geen voetpad. Dat kan dus echt niet meer. Dat de besparingen zijn goed, ze kunnen op andere dingen besparen. Maar dat moet echt blijven. Ze spreken ook van een belbusje. Maar dat is ook geen oplossing. We moeten het al 24 of 48 uur op voorhand de aanvraag doen. En dat kan dus niet. Als dan twee dagen nadien maar iemand overleden is. Allee ja, je kunt er al gelijk niet naartoe. Dat is echt geen oplossing. Janine Brakenier is vast van plan om meer dan 3000 handtekeningen op te halen voor het behoud van de bushalte aan het crematorium in Locristi. Bij het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peters kreeg ze te horen dat ze vanaf 3000 handtekeningen een overleg zou kunnen krijgen met de minister. Dus schuimt Babouche vanaf nu alle lokale markten af met haar petitie. Het is natuurlijk ook een goed punt misschien, dat ik er misschien nu van profiteer. Dat volgend jaar verkiezing is. En dat ze zo meer inzicht krijgen, zowel in het parlement of in de stad Gent. En overal, feitelijk.